Nou, ik zit hier nu naast Halina. En 2 jaar geleden heb jij de Nederlandse acteurschool hier geopend. Ja, bizar. De allereerste les gaf jij. Ja, dat is wel heel leuk. Hoe vind je het lesgeven? Ik vind lesgeven vond ik altijd al fijn. En ook heel leerzaam voor mezelf. Omdat op het moment dat je iets moet gaan uitleggen, dat kan ook over hele kleine dingen in het leven gaan. Maar in dit geval over mijn eigen beroep. Op het moment dat je dat moet gaan uitleggen, leer je zelf ook weer. Oh ja, hoe zit dat eigenlijk? En daarmee, dus dat vind ik te gek. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik het heel bijzonder vind om hier les te geven. Ik vind dat het allemaal heel goed geregeld is. Dat is fijn. Ik vind dat er hele lekkere koffie is. Dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk. Maar wat ik vooral heel erg goed vind is hoe jij die groepen samenstelt. Waardoor er is altijd een hele fijne chemie. Mensen zijn super gemotiveerd. Dat is iets wat je normaal wel op een toneelschool, hè, een professionele hbo-opleiding ziet. Omdat ja, daar worden wij gewoon zo gedrild. Oh, discipline en... Ja. Hè, bijvoorbeeld hele kleine dingen als van je stoort eigenlijk niet in de les, je gaat niet in discussie. En dat soort dingen zijn hier, die lat ligt heel hoog. Ja, want wat voor mensen kom je hier zo al tegen? Dus je hebt net ook lessen gegeven, heel veel verschillende volwassenen. Van allerlei allooi. En dat is eigenlijk, dat vind ik dus heel knap aan hoe jullie dat doen bij deze school. Dat je kan dus bijvoorbeeld hebben, weet ik veel, een arts die gewoon fulltime arts is, maar die zegt, goh, ik hou gewoon van spelen, ik wil dat verder ontwikkelen, daar ligt toch mijn passie. Maar je kan ook hebben een meisje van 20 die zegt, ik wil naar de toneelschool. Dit is mijn tussenjaar. Ik wil me gewoon mezelf helemaal voorbereiden voor die audities. Maar je kan ook een man hebben van 60 die zegt, weet je, ik vind dit gewoon te gek. Ik wil gewoon acteur worden. En die natuurlijk niet zich kan aanmelden in de toneelschool van Maastricht. Ja. Dus dit zijn eigenlijk verschillende generaties die je ziet. Ja. Van mensen die door de week studeren of ander werk hebben. Ja. Maar je ziet wel het spelplezier en die speeldrift van, ja, ik dat acteren... Ja, en ook wel vind ik het toch ook wel. Je ziet heel erg het plezier en de passie en ook de nieuwsgierigheid om te willen leren. En ook de corrigeerbaarheid, wat natuurlijk ook als je lesgeeft heel fijn is. Dat iemand wel ook iets kan met wat jij dan probeert aan te reiken. Maar ik vind ook wel echt het niveau, want bij Toneelgroep Amsterdam worden wij ook vaak wel ingezet om mensen les te geven. En dan kan je ook wel echt in groepen komen dat je denkt, oh, hoe begin ik hier aan of hoe... En dat heb ik hier helemaal niet. Ik vind wel dat het niveau echt goed is. Dus daar ben binnen ik... en je denkt, we gaan gewoon aan de slag. En ik weet ook dat ik aan de slag kan gaan. En ik weet ook dat ik niet helemaal het helemaal van scratch hoef uit te leggen. Omdat ze zoveel goede leraren ook krijgen. Dat vind ik ook wel een prestatie van jullie. Dat jullie op de een of andere manier al die toppers uit de praktijk weten te krijgen. Het zijn allemaal jouw collega's natuurlijk. Dus wat vind je van het team? Nou, bijvoorbeeld iemand als Gaite. Gaite Jans is een briljante actrice. Die ken ik al vanaf dat ze een baby was, bij wijze van spreken. En dat voel ik ook heel erg als mijn mentorkind. Dat is iemand die ik... dat vind ik fenomenaal. En als je daar mee in aanraking kan komen, dat is zo leerrijk. Alleen al om met zo iemand in gesprek te kunnen. Dat is gewoon ongelooflijk belangrijk. Maar dan heb je weer iemand anders als Gijs Scholten van Afschat. Die natuurlijk vanuit een hele andere hoek weer opereert. Dus ik vind het heel rijk. Nou ja, wij zijn eigenlijk van mening, ik weet niet of je met me eens bent, dat er niet één waarheid bestaat over spelen. Maar dat iedereen vanuit zijn eigen ervaring iets bij jou aanraakt wat je dan weer meeneemt. Ja, dat vond ik heel mooi. Vandaag zei ook een van de studenten, want ik vraag altijd naar iedereens intentie. En die zei ook van ja, ik zit hier gewoon om mijn gereedschapskistje te vullen met verschillend gereedschap. En dat is exact hoe ik het zie. Ik zeg ook altijd tegen de leerlingen van, mijn methode is niet absoluut. Er zijn 100 wegen naar Rome. Dit is mijn smaak. Dit is wat ik weet. Dit is wat ik vind. Dit is wat ik heb geleerd. En dat deel ik dan. En meer dan dat is het voor mij ook niet. Want daar houdt het over. Jij zei, ik ben een intuïtieve docent als ik lesgeef. Wat betekent dat? Nou, voor mij, ik heb dus helemaal niet een heel systeem. Of dat ik denk van, acteren doe je per se zo. Of filmacteren is zo. En theateracteren is zo. Voor mij, ik deel gewoon heel erg wat ik heb meegemaakt. Maar ook heel erg waar mijn angsten zitten en hoe ik daar dan mee omga. En voor mij is spelen eigenlijk heel erg gelijk aan het echte leven. Namelijk in het moment zijn, zoveel mogelijk. En vaak denken mensen dat spelen heel erg met liegen te maken heeft. Hè? Net doen alsof je iemand anders bent. Maar ik zeg altijd, wij spelers zijn juist de experts in waarheid. Want wij gaan onder hele gekke omstandigheden. We zeggen, oh, we zijn hier in een kasteel en er woedt buiten een storm. Ja. En zo meteen komt onze boze heksenmoeder binnen. Maar daarbinnen proberen wij zo oprecht mogelijk te zijn. Dus wij zijn juist heel erg de hoeders van de waarheid en niet de hoeders van de leugen. En dat krijgen we ook in jouw les te horen, de waarachtigheid van het spelen. Ja. En welke les zou jij jezelf nou als jongere actrice geven? Want je bent nu zoveel jaren verder. Waarvan zeg je, nou, als ik dat had geweten, dat zou een goed advies zijn aan mijn jongere zelf als actrice. Ja, mooi gezegd. Ja, ik zou natuurlijk ten eerste zeggen van durf te falen.
Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar dat geldt niet alleen voor dit beroep, maar dat geldt voor ieder beroep in het hele leven. Dat is zeker in deze tijd van social media en dat we allemaal perfect willen zijn. En we ook elkaar heel erg beoordelen op foto's en filmpjes en vreselijk. Dus ik zou zeggen, durf te falen. Ik denk dat dat op dit moment een hele belangrijke boodschap is om aan iedereen mee te geven. En zo'n school is daarvoor natuurlijk, dat je gewoon op je bek durft te gaan. Dat je niet denkt, oh god, ik wil deze les zo perfect mogelijk doen. Of in mijn geval, ik wil deze repetitiedag zo perfect. Het gaat daar toch niet om? Het gaat alleen maar om dat ik tijdens die repetitie juist fouten maak. Zodat ik dan op die première het allemaal heb uitgezocht. Ja. En dat vergat ik als leerling heel vaak. Ik was heel erg bezig met mijn leraar te pleasen en voor hem perfect te zijn. In plaats van gewoon mezelf aan het onderzoeken te zijn. Dus dat zou ik tegen iedereen willen zeggen. Durf te falen. En in die zin durf te maken. Want je zegt net, je bent zelf ook van actrice naar maker gegaan. Dus dan kom je eigenlijk op zo'n regisseursstoel te zitten. Je ziet ook bij de studenten dat ze veel maken. Dus korte films, samen een gezelschapje oprichten, schrijven. Ja. Hoe belangrijk is het dan om te ondernemen, om zelf je dromen na te jagen ambities? Dat vind ik ook zo leuk hier, dat hoor ik natuurlijk ook die verhalen, dat mensen hier zoveel eigen initiatieven ontplooien. En ik denk ook dat dat ook in deze tijd past. Kijk, toen ik jong was, was het nog echt zo wel het idee van, en dat werd toen al veel minder, maar oh, ik hoop dat een groot gezelschap mij van school plukt. Hè? Dat was zo het hoogst haalbare. Ja, die tijden zijn gewoon voorbij. Zijn nog maar heel weinig van dat soort gezelschappen, bijna niet. Hooguit twee. Dus de kans dat gebeurt is nul. En dan ten tweede is het natuurlijk ook veel leuker in het leven. En dat geldt voor alle branches en alle beroepen. Dat we kunnen bijspreken onszelf gitaar leren spelen op YouTube. Snap je? Ja. Het is niet meer zo dat jij moet afwachten of jij ontdekt wordt. Jij kan veel meer zelf ondernemen in je leven. Dus ik vind dat zelf maken, zelf initiëren, zelf creëren het allerbelangrijkste. En daarom is het ook heel leuk om het ook daar met elkaar over te hebben. Ook tijdens zo'n les. Want ik probeer ook in die lessen niet alleen maar bezig te zijn met hoe kan je nou zo goed mogelijk spelen. Maar ook gewoon hoe zit de scène in elkaar? Wat is de dramaturgie van de scène? Wat is drama? Wat is conflict? Zodat iemand die bijvoorbeeld eigenlijk meer geïnteresseerd is in het schrijven van een goede scène ook iets eraan heeft. Dus je bent creatief bezig. En je hebt me ook wel eens gezegd dat je niet altijd met acteurs werkt die de toneelschool hebben gedaan in je eigen projecten. Zeker. Ik geloof helemaal niet, zeker niet voor film en tv, dat er per se al die techniek bij nodig is. Dat er per se een traject van 700 jaar scholing voor nodig is. Helemaal niet. Je ziet ook dat er heel veel succesvolle acteurs zijn die helemaal geen scholing hebben gehad in de klassieke zin van het woord. Alleen vind ik dit soort dingen, en dat vind ik ook vet dat het door alle leeftijden heen gaat. In Amerika bijvoorbeeld is het veel normaler om te zeggen, ook als professional, van hey, ik ben nu 45, maar ik ga toch weer even 3 weken een masterclass doen. Of ik ga weer even een dag met die en die trainen. En dat is in ons land is het zo van, oh, ik ga 4 jaar naar school en daarna doe ik nooit meer iets. En eigenlijk is het, ik denk ook dat het bewezen is dat voor mensen op latere leeftijd juist heel goed is om je te blijven uitdagen. Je hoeft er ook niet per se dat jij op het podium gaat staan. Het kan ook zijn dat jij leraar bent en dat je dat gewoon wil meenemen in je lessen. Of whatever, of advocaat. Of iets leren, iets nieuws leren, ons blijven uitdagen, onze angsten blijven aangaan. Dat is de essentie van het leven. En dat heeft niks met succes of roem of dat soort dingen te maken. En betekent dat omdat je dan dus ouder bent, je meer levenservaring hebt opgedaan ook? Ook dat. En ik denk ook wel dat het is dus niet zo dat wij associëren leren heel erg met jong zijn. En school, op school zit een traditioneel traject. Maar het is juist belangrijk als je bijvoorbeeld wat ouder bent om bijvoorbeeld jezelf schaken aan te leren of zoiets. Ook om je hersens te blijven trainen. Dus met spelen is het ook om lijfelijk aanwezig te zijn en bezig te zijn. Jezelf te blijven ontplooien. Ik denk dat vind ik heel leuk aan een instituut als deze. Dus eigenlijk zeg je, een goede eigenschap van een goed acteur is nieuwsgierig blijven. Dus altijd nieuwsgierig blijven. Altijd. En altijd de wil om je over te geven. En dat komt toch weer terug bij waar we mee begonnen. Dus de bereidheid om te falen. Want dat hoort bij leren. Kijk, ik kan wel denken, ik wil morgen mijn rijbewijs hebben. Maar dan moet je ook, dat is natuurlijk heel autobiografisch voor mij. Omdat ik op hele late leeftijd mijn rijbewijs heb gehaald. Maar dan moet je wel durven dat je ook fouten kan maken. Snap je? En het gekke is, naarmate wij ouder worden, worden we eigenlijk steeds angstiger. Gaan we steeds meer denken, nou, ik ga niet proberen nieuwe vrienden te maken. Nou, ik ga nu niet opeens op dansles. Ik ben 45. Ja, ben ook jij nog steeds bang om te falen? Zeker. En ik dwing mezelf, ook omdat ik nu weer een heel nieuw traject in ga met meer maken, meer regisseren. Dat is natuurlijk doodeng. Ik denk natuurlijk de hele tijd, denk ik, waarom zou ik dat doen? Weet je, ik zit daar op een soort succesgedoe. Maar dat loslaten is zo'n bevrijding. Het is zo'n bevrijding om niet jezelf, je identiteit niet te ontlenen aan je beroep, je succes, al dat soort onzin, maar je identiteit is gewoon fluïde. Fluïde is vloeibaar, is elke dag kan het wat anders zijn. En het is heerlijk om nieuwe dingen te moeten leren en weer bang te zijn en weer zenuwachtig te zijn. Ja, en je had het over intentie, heb je me wel eens verteld. Dat je dacht van, bij mij begint het allemaal bij wat ik graag wil.
maken wat ik wil vertellen, de verhalen die ik wil vertellen. Absoluut, want soms stel je voor, je staat in een coulisse en je moet gaan spelen en dan ben je bezig met, oh, ben ik wel goed genoeg, kan ik het wel, oh vandaag moet ik echt mijn best, oh ik hoop dat ik echt de beste actrice ben van deze hele groep, al dat soort ego-gedachten. Terwijl de enige waarheid is, wat is mijn intentie? Wat is mijn intentie? Nou, mijn intentie kan bijvoorbeeld zijn, ik hoop dat ik vanavond de mensen troost kan bieden. Ik zeg maar iets. Ik hoop dat ik vanavond mensen die misschien heel erg zich zorgen maken om de toestand van de wereld waar we nu, dat ik ze kan helpen even te ontsnappen. Dat kan een intentie zijn. Ik vraag ook altijd naar de leerlingen van, wat is jouw intentie met deze les? Nou, ik hoop dat ik een angst kan aangaan. Ik hoop dat ik, nou, zo is het hele leven. Wat is je intentie? En wat is jouw intentie als het gaat om jouw vak? Mijn intentie wat betreft mijn vak, en of dat nou spelen is, of een tekening maken, of een film maken, of een serie produceren, is ik wil heel graag, zeg maar, dat wat verborgen ligt, dus daar waar we ons voor schamen, emoties en ook gedrag waarvan we denken, dat wil ik heel graag juist tonen en naar het licht brengen. Dus lelijk durven zijn. Ja, lelijk en ook, dus, maar ook dus dingen die bijvoorbeeld heel destructief, waarom vallen we op slechte mannen, waarom doen we dingen die niet mogen, waarom, dat wil ik onderzoeken. In alles wat jij gaat maken de komende. Ja, ik ben wel, ik hou echt van de donkerte, van het provocatieve. En er kan ook een komedie uitkomen. Hè? Maar dat is absoluut heeft mijn obsessie. En tenslotte, als je zegt van, nou, mensen kijken die denken van, ik wil wel auditie gaan doen. Ja. Wat zijn jouw auditietips? Ja, auditie doen is altijd hartstikke moeilijk natuurlijk, omdat het toch onder druk is. Maar ook daar zou ik toch weer willen vragen, wat is je intentie? Weet je, stel je voor, ik ga auditie doen voor een hele grote film. Wat is mijn intentie? Weet je, wil ik die film omdat ik er geld mee wil verdienen? Wil ik die film omdat ik wil schitteren? Of wil ik die film omdat er inhoudelijk iets in zit, hoe klein ook, waarvan ik denk, maar dat vind ik interessant, weet ik veel. Dat biedt mensen toch het gevoel dat ze minder alleen zijn, zoiets. En ik zou altijd willen vragen naar dat, want dan haalt het ook de aandacht weg bij je ego en bij dat je perfect moet zijn, dat je aan een bepaald plaatje moet voldoen. En dan pas ga je ook vertrouwen op je eigen unieke zijn. Want iedereen is uniek en vergelijken is juist, ja, dat brengt eigenlijk niks. En geloven in je eigen unieke pad, dat is alles. Wat een wijze woorden om mee af te sluiten. Het is een beetje college tour op de Veluwe dit. Wat heerlijk. Dat was hem. Dankjewel weer. Dank jou wel. Ik vind het altijd heerlijk om hier te zijn. Zien we je weer terug in de... Ja, ik mag het wel laaien dat je me weer uitnodigt. Ik kom meteen. Als je niet te veel naar het buitenland gaat, dan zien we je graag. Voorlopig kan het niet, dus dat is alleen maar goed. Dankjewel. Heel graag gedaan.